Welkom bij de allereerste Gear Kings nieuwe stijl, want we zijn terug en harder dan ooit. Wat is dit item precies? Nou, dat ga ik je vertellen. Ik ben Joey, de onwetende kijker en tevens de presentator. En ik zit hier met twee andere Game Kings presentatoren. En die hebben allemaal leuke spulletjes meegenomen, hardware om precies te zijn, maar ook gewoon leuke gadgets, zou Koos het liefkozend willen noemen misschien wel. En ik zit met Koos en Jasper, die hebben allebei twee spulletjes meegenomen. Ja. En daar gaan we het eens even lekker over hebben. Waarom ik hier zit, dat is eigenlijk gewoon omdat ik het toevallig nog was. Ook niet ook echt. Dat eigenlijk, want eigenlijk zouden Jasper en ik hier met z'n tweeën zitten. Maar ik denk dat je een goede avond bent. Ik kan een beetje dom perspectief geven op kijk, alles. Wij zitten in de gadget, gear, hardware game, freak. Ja, ja, ja. Dus wij hebben een bepaalde, denk ik toch wel, een nauw perspectief op bepaalde kennis. Zaken. En ik denk dat jij dan, je noemde jezelf al een beetje denigrerend om weken te kijken, maar ik denk dat je wel vaak vragen hebt waar wij misschien dan niet aan gedacht hebben. Precies. Dan zijn jullie allemaal hoeveel kost het? Ja, maar dan zijn jullie ook allemaal getalletjes aan het noemen over wat er allemaal in zit. Ja, ja, maar wat doet het nou eigenlijk? Nou, dat valt bij mij deze keer reuze mee. En ik zal gewoon aftrappen met de eerste. Maar het is even wel voor de duidelijkheid nog, dit is niet gesponsord, want vroeger was het altijd gesponsord. Ja, dit zijn gewoon puur dingen die wij vet vinden. Dus ik kan hier ook met een eierwekker zitten volgende week. Het zijn gewoon dingen waar wij mee aan het slag zijn geweest. Maar je moet het wel, moet het niet per se vet vinden. Het moet of iets bijzonders doen, en dan kan het nog steeds nep zijn, maar je gaat niet met de tandenstoker zitten hier. Ben jij toevallig een elektronica zaak met filialen over de hele wereld en zoek jij nog een fantastisch item om te sponsoren? Ben jij een filiaal? dat is een beetje onze vraag. Ben, of ken jij een filiaal? Ja, dan mag het ook. Dan zien we het graag. Nou, laten we maar meteen aftrappen, want dit is een spannend moment altijd. Koos zijn eerste dingetje. Ja, dat is altijd heel spannend. Want je ziet hier al iets liggen, maar ik heb nog iets anders getest. En dat is de Philips Hue Play Lightstrip. En dat is zeg maar, we kennen denk ik allemaal wel Philips Ambilight, wat je vroeger op tv, trouwens volgens mij is dat tegenwoordig nog steeds zo. En ik vond dat altijd super lijp. Alleen, ik ben nooit een fan geweest van Philips tv's. Ik weet is niet dat wat meekleurt? Ja, dat kleurt dan mee met wat er gebeurt op het scherm. En ik ben nooit echt een fan geweest van Philips tv's. Dus nee. Ik moest daar altijd, moest ik die feature gewoon missen. En ik heb dat thuis nu in mijn woonkamer enigszins opgelost door Philips Hue-lampen gewoon in mijn woonkamer te hebben. En gewoon een LED-strip op mijn tv te hebben geplakt. Nou, het zorgt voor maar die wat kleurt ambiance, niet mee natuurlijk. Maar die kleurt niet mee. En nu hebben ze een Philips Hue Play, een LED-strip. Specifiek voor een computermonitor. 27 inch heb ik hem gebruikt. En wanneer je hem gaat installeren, dan ziet dat er zo uit. Kijk, dit is de achterkant van mijn 27 inch LG-monitor. Nou, dan moet je dus van die dingetjes op gaan plakken die de lightstrip op zijn plek kan gaan houden. Hier zie je hem dus ook gelijk geïnstalleerd. En wat is dat kastje? Dat kastje, nou, dat is de connector. En op die connector kan je dan het stroom aansluiten. Want het heeft uiteraard ook stroom nodig. Hoe geeft die dan van de monitor de kleuren in die strip? Dat vind ik leuk dat je dat vraagt, hoe dit werkt. Nee. Nou, Philips Hue, dat werkt via het Zigbee-protocol. Zigbee. Zoals alle lampen bijvoorbeeld, die kan je vanaf je telefoon kan je die aansturen qua kleur. Mm-hmm. En dat gaat gewoon draadloos. Nou kan jouw PC dat ook. Want jouw PC, als die gewoon zit aangesloten dus op het netwerk. Dus mijn PC kan ook Zigbee. Jouw PC kan zeker Zigbee. Ja, maar die zit gewoon aangesloten op het netwerk. En die communiceert met die puck van Philips. Ik weet even niet hoe die heet. Maar dat is zeg maar hetgeen waarin alles samenkomt. Uh-huh. En wat kan je dan doen? Nou, ten eerste, je kan hem besturen. Waardoor je gewoon een specifieke kleur uiteraard kan doen. Want je kan ook bias lighting gebruiken. Dat heb ik over het algemeen gedaan. Dus op mijn tv in de woonkamer. Maar bias lighting is wanneer jij juist achter je tv wat licht hebt, wat projecteert, mm-hmm. dan lijkt het contrast van de tv ook hoger. En zeker bij LCD-tv. Dus dat is contrasterend licht. Nou, bij OLED is het niet echt nodig, maar bijvoorbeeld bij LCD-tv's, mm-hmm. eigenlijk als je alle lampen uit zou doen, dan zie je dat het beeld niet zwart is, maar dat het eigenlijk donkerblauw is of grijsachtig. Mm-hmm. En als je daar bias lighting achter zet, dan lijkt het zwarter bijvoorbeeld. Ah, okay. Een optische illusie. Zigbee. Ik heb een vraag. Ja. Is dat vernoemd naar Alexander Zigbee? Weet ik veel. Zigbee. Dus je hebt dus je PC Zigbee dat naar het kastje. En dan krijg je dus alle kleuren van je PC. Of tenminste van het scherm wat je ziet. Dat komt dan in de edges. Dan, tenminste, ik neem aan dat het soort van uitbeeld wat op de randen van de monitor gebeurt. Maar kan je ook de lampen in je huis nog een soort van laten meedansen? Ja, dat kan zeker. Want ik heb dus bij mijn tv in de woonkamer heb ik één ledstrip gewoon achter mijn tv. Een lamp links en een lamp rechts. Mm-hmm. En als ik mijn tv in de woonkamer zet, dan kan ik die ook zinken. Maar daar heb ik uiteraard nu op dit moment geen beelden van. Maar zo ziet het er op PC uit. Als ik bijvoorbeeld Halo Infinite speel, dan kan je op sync klikken. Hier gaan we het spelen. En dan zie je dus dat de kleuren
achter het scherm daarin meekleuren. En om heel eerlijk te zijn, de video... Bloedirritant, toch? Vind je bloedirritant? Oh, ik vind het echt geweldig, om heel eerlijk te zijn. Wat ik al zei, ik was eigenlijk altijd een enorm fan van Philips Ambilight. Mm-hmm. Maar ja, die tv's vond ik gewoon helemaal kut, dus ik heb er gewoon nooit eentje gekocht. Nee, ik vind het juist heel erg vet. Ik vind het qua immersie ook een stuk beter werken. En ik moet wel erbij zeggen, de video laat niet helemaal de ervaring zien, want hier vind ik het nog een beetje underwhelming eruit zien. In het echt ziet het er nog beter uit. Nou, het allerbeste is natuurlijk wanneer je je scherm gewoon tegen een witte muur hebt. Want dat is gewoon een perfect canvas om dat daarvoor te gebruiken. En volgens mij, als ik me niet vergis, is deze LED-strip, die is opgedeeld in 3 onderdelen. Dus je hebt links, rechts en middenboven. En PC, ja, die weet precies natuurlijk wat er op dat scherm wordt getoond. Dat is de Zigbee. Maar kan je dit in alle soorten en maten dan bestellen? Of heeft dit wel één maat? Nee. Je kan het ook voor je tv bestellen. Mm-hmm. Jij hebt het eigenlijk al veel groter nodig, toch? Als je het, ook het scherm ernaast nog... Ja, daarom heb ik hem eigenlijk ook op die kleinere gedaan. Het is wat het is. Dit is wat waarmee we moeten werken. Maar ik ben wel zo enthousiast. Heb je dit gekocht? Nee. Dit kregen we gewoon toegestuurd en ik heb het meteen geclaimd. Maar is dit vooruit... Want Philips is toch een beetje een voorloper, waardoor ze eigenlijk altijd achterlopen, voor mijn gevoel. Ja. Is dit vooruitstrevend of doen heel veel partijen dit? Die meekleurende lampen, lampen die kleuren en die je kan besturen vanaf je telefoon, dat is niks nieuws. Mm. Maar Philips die investeert echt in de entertainment zones die het zinken. Dus je kan hem ook zinken op geluid wanneer je een feestje hebt of iets dergelijks. En dan vibe hij mee met de beat bijvoorbeeld. Ik heb dan zelf Yeelight van Xiaomi, dat is een beetje de El Cheapo versie volgens mij, die ook prima werkt overigens. Ja. Maar, hoe heet dat? Yeelight, met Y-E-E Light. Die zijn een stuk goedkoper, volgens mij 15 euro per stuk voor zo'n RGB-witlamp. Mm-hmm. Ik heb volgens mij nu 17 van die dingen in mijn huis, een soort disco is het. Ja. Maar ik moet zeggen, ik voel niet echt de behoefte om dat allemaal ook nog te laten bewegen. Ik heb mijn lampen sowieso altijd heel dim staan, een soort van mijn, ja. Dus ik ben wel benieuwd of, ja, heeft het echt, voegt het echt iets toe? Werkt het ook als je kamer niet zo'n donker eng hol is als bij jou thuis? Ik vind het ook nog eng. Ja, nee, hoe heet dat? Ja, het werkt juist beter als je juist witte muren gebruikt. Maar ja, dit is... Nee, maar ik bedoel meer als je gewoon... Want jij hebt het nu donker in je kamer, waardoor dat alleen dat licht een soort van... Oh ja, dat heb ik gedaan voor de camera. Sfeerlichtjes aan heb, chippy op tafel. Ik heb dat gedaan voor de camera, omdat jouw ogen vangen veel meer licht op. Daarom zeg ik ook van in het echt is het indrukwekkender. En bijvoorbeeld hier zit ik God of War te spelen. En dan zie je gewoon ook die mooie gouden kleur, die verspreidt zich gelijk over die hele wand. En het werkt gewoon echt immersive. Ik had het gisteren bijvoorbeeld ook aan toen ik deze game aan het streamen was. Dit is vanochtend heel vroeg. Kijk, je ziet ook mijn kopje koffie erbij staan. Ja, zeker. Moet ook gebeuren. Nee, en voor mij is het heel vet. Dit zou ik ook heel graag in mijn woonkamer willen hebben. Behalve, je PlayStation, die ondersteunt dat niet. En je Xbox ondersteunt het niet. Dus ik hoop dat het op een gegeven moment... Ja, dat is jammer. Ik wil net zeggen, want ik heb een... dat is niet om me stoer te doen. Ik heb een 77-inch televisie. Is dat überhaupt in die maat, zo'n Zigbee-kastje? Veel inch. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze hem ook in 55-inch hebben. Want dat had ik al gekeken. Want ik heb zelf een 55-inch tv. En die hebben ze ook. En dat werkt dus ook daarop. Maar dan moet ik met een enorme omweg gaan werken. Want als ik dat nu zou halen... Dan zou dat niet beter zijn dan wat ik al heb. Want dat is al statisch, zeg maar. En ik zou het kunnen doen door bijvoorbeeld... Je kan PlayStation Remote Play doen. Dan kan ik dat beeld sturen naar de computer. Ja, en de computer stuurt dan de lamp in de woonkamer aan. En dat werkt voortreffelijk. Maar dat is een enorme omweg. Dat is geen plug-and-play. Dus dat is niet tof. Voor mij is dit een absolute gamechanger. Weet je toevallig ook hoe het werkt? Pakt hij de edge pixels van het scherm en zet hij die om in lichtdata? Hoe bepaalt hij? Ja, ik weet niet of je daarin hebt verdiept hoor. Ik ben geïntrigeerd door Zigbee. Ik durf oprecht niet te zeggen wat ze precies, hoe ze dat precies doen. Ik denk ook dat geheim is. Maar hoe changed dit de game voor jou? Letterlijk? Omdat het mij meer in die game trekt. Ja? En wat ik zei, ik was altijd al enorm fan van Ambilight. Maar ik kon daar nooit gebruik van maken. En nu eindelijk wel op mijn PC. Mijn ex had zo'n ding dat me wakker maakte. Dus ik heb er echt een bloedhekel aan. Die had zo'n die wake-up light. Die begon ook vogeltjes te fluiten en zo. Dat is verschrikkelijk. Ja, maar wat het ook doet... ik heb bijvoorbeeld ook nog Final Fantasy 7 remake gespeeld. Kijk, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik game graag wel... in het donker, gewoon bioscoop effect, zodat je gewoon alleen maar oog hebt voor de game bijvoorbeeld. Final Fantasy 7 ben ik hier bijvoorbeeld aan het spelen, maar ik heb wel in het donker, als je dan alleen
naar een scherm kijkt in het pikken donker, ja, dan krijg je op een gegeven moment een beetje last van je ogen. Omdat het scherm veel helder is dan de rest. En deze kleuren spreiden dat dus een beetje uit over de achterkant. Dus het is ook wat chiller voor je ogen om te kijken in een wat donkerder omgeving. Ja, ik moet zeggen, dat is voor mij altijd... Ik weet soms niet zo goed of HDR dan aan of uit staat. En als ik dan zeg maar zo last van mijn ogen krijg, dan denk ik, oh ja, HDR staat aan. Maar ik ben wel zo'n guy die heel erg gaat tweaken met settings van de monitor, dat het precies goed genoeg zwart is en zo. Ja. Maar ik weet niet. Ik ben ook wel zo van de duistere kamer spelen, maar ik weet niet. Ik ben meer van de gezelligheid. Maar goed, oké. Okay. Nou, ja, fijn. Ik vond het... Wil je er nog iets over zeggen? Ik denk dat de prijs natuurlijk wel een belangrijk ding is. Het is natuurlijk een enorm smaakding of dit iets voor je is. Nou, voor mij is het... ik ben er enthousiast over. Het is wel prijzig. Ja, zeker. Kijk, Philips Hue-lampen die zijn sowieso prijzig. Trouwens, ik heb ook neppe lampen. Want ik heb Philips Hue-lampen. En ik heb een keertje een setje gekocht bij de IKEA. Mm-hmm. IKEA die heet Tradfree, heet dat bijvoorbeeld. Tradfree. Die kan je aansluiten op het Philips Hue-netwerk. Maar bijvoorbeeld die Tradfree lampen van IKEA, die kan je niet in je entertainment zetten. In je entertainment zone. Ja, precies. Dus die kunnen niet aan de Zigbee. Dat is allemaal Zigbee. Okay. Maar die kan je niet in je entertainment zone zetten. Dat is echt puur alleen voor de echte Philips Hue lampen. En Philips Hue is duur. Dat is gewoon nu eenmaal zo. En dit is volgens mij verkoopadviesprijs €150. Dat is niet niks. En om heel eerlijk te zijn... Goed avondje stappen. Ik zou het er nu voor over hebben. Want voor mijn andere monitor ga ik dit nu kopen. Ja. En als er op een gegeven moment een API'tje of een appje komt voor de Xbox en de PlayStation, dan ga ik ook in de woonkamer. Dat is voor mij de dealbreaker. En je support vaderlands trots. Dat waar. Dat is volgens mij niet echt heel Nederlands meer. Hè? Nee, maar toch vroeger uit. Ja, true. Eindhoven die gekte. En ze zijn weer terug naar de lampjes gegaan natuurlijk. Dat dan weer wel. Nee, maar dat is mooi. De cirkel is rond. Dat is waar hun expertise ligt. Zou jij ervoor betalen? Nee. Nee, kijk, ik ben cheap shaky. Ik koop gewoon zo'n ledstrip van AliExpress of zo. Die plak ik erachterop. En dan ga ik zelf met het afstandsbedientje de kleur van de game, ga ik het aanpassen. Dan speel ik gewoon met één hand. Je huurt gewoon iemand in. Ja. Dat is ook een manier natuurlijk. Nee, dat kan. Nou, fijn. Gaan we door naar het volgende product. En dan gaan we naar Jasper. Ja, de beurt, en Jasper heeft echt, jongens, een hele hoop spannende dingetjes meegenomen. Zal ik jullie iets heel spannends vertellen? Dozen te grootte van mijn lichaam. Komt-ie. Jij hebt je linkernier verkocht. Ik heb mijn linkernier verkocht en ik ga jullie allemaal slapeloze... Je verdwijnt slapeloze... ook achter die doos, denk ik. Ja, ik ga jullie een slapeloze nacht veroorzaken, want ik ga je vertellen wat er hier achter op de doos staat. Daar komt hij. De GeForce RTX 4090 Phantom dwells in absolute darkness, cultivating relentless forces and boldness within. Upon its shadow black portrait, the two lightning strips decorated on the cooler electrify the gamers with hardcore power to fight without fear. Upon its murk silhouette, a tint of ARGB on the side logo is the only symbol allowing you to notice the Night Baron's secret existence. The robust build... Welke Connie heeft dit geschreven? Vertaald naar het normale mens? Eng. Doodeng ding. Wat is het? Het is een GeForce 4090 van het merk Gainwards. De uitvoering Phantom. En er staat GS op. En dat staat niet voor gekke shit, maar dat staat voor Golden Sample Born to Kill. Ook wel gekke shit hoor. Laat ik het anders vragen. Wat doet het? Het tovert in verbluffend hoge framerates beelden op monitoren en televisies. Mm-hmm. En dat doet het voor de adviesprijs van €1.969. Dat is een hoop euro's. In de BTW. Ja, dat is een hoop euro's. En jij hebt die aanschaf zelf gemaakt? Ik heb die zelf gedaan. Ja, waarom? Dat kan ik je ook niet helemaal vertellen. Dat is denk ik gewoon... Dat gewoon vette shit is, toch? Het is vette shit. Het zou voor het item wel leuk zijn als je dat... Zouden, na dat enge verhaal, zouden jullie hem nog wel willen zien? Of zijn jullie bang voor de Night Baron? Ik wil alles zien. Er zit echt een murk silhouette in, hoor. Kan het eruit? Gaat het eruit komen? Ja, het is echt is het groot? Het is gigantisch. Heb je zo'n onnodig grote doos. Nee, deze nieuwe kaarten zijn echt huge. Het is ongeveer zo groot als een SD-kaartje. Hoppa, daar komt het murk silhouette, jongens. Maar heb je dit dan ergens uitgehaald? Ja, uit mijn PC. Dan heb je me echt eruit van je stond echt voor me met gebalde vuisten. Die zei, je gaat dat eruit halen, anders dan ga je maar weer naar Groningen. Spannend. Even kijken. Nou, de Merc Silhouette, jongens. Daar komt hij. Even kijken. Ga je precies niet kunnen laten zien. Hij gaat hem eruit halen. Jezus, wat een fucking ding, hé. Mijn god. Zo, je hoort hier ondertussen de studio uit elkaar vallen. Kijk, dit is dus waar het allemaal om draait. Ik vind dat je ook wel heel... Hoeveel pins connecten zit erop? Ik zou je even ter referentie een Jasper hoofd ernaast houden. Dit is... Jeez. Ja, willen jullie hem even dragen? Ik denk dat hij voor mij een derde is. Qua formaat. Gaan we nou ook formaat vergelijken? That's what he said. Hey, no shit. Het gaat niet om hoe groot hij is. Het gaat om wat hij ermee doet. En ook deze doet het heel goed. Ja. Jezus.
Ja, Merk, hè? Merk Silhouette. Oh my god. Dit is dus de Night Baron, jongens. Ik begrijp niet hoe die developers... Waarom heet hij de Night Baron? Maar ja. Hoe kan je dat... Ja, heten al die dingen zo onzinnig? Nee, maar wacht even. Hier moet je wel een ondersteuning voor hebben als je deze in je kast hebt, toch? Want daar is veel te zwaar. Daar heb ik iets leuks voor. Fucking hell. Heb je stiekem een derde dingetje meegenomen? Of is dit het tweede dingetje meteen? Kijk, dat is dus de ridiculousness waar wij nu zijn bijgekomen bij de GPU-markt. Ja. Wacht, als jij... je klikt hem dus in je PC, voor zover dat mogelijk is. Nou ja, dat doe je in het PC. En je moet er vast blijven houden, anders breek je PC je slot gelijk af. Kijk, ik zal het laten zien. Je hebt dus een soort kruk. Het is echt een soort crutched old man. Hij kan gewoon niet op eigen benen staan, want dan trekt hij gewoon je moederbord naar de tering. Dus wat je doet, je zet dit ding, schroef je vast, dan zit hier een klein gaatje. En dan schroef je dit ding in en dan staat hij zo onder in je kast als een soort, ja, als een soort bejaarde te leunen op één kruk. En ik moet zeggen, ik heb hem nu een week of twee. Ik heb vooral heel veel Callisto Protocol op de PS5 gespeeld. Dus ik heb nog helemaal niet zoveel erop gegamed. Maar alles wat ik erop heb gegamed... Dat is dit het product wat je eerder hebt gekocht en hebt teruggestuurd en daarna weer hebt gekocht? Dus tot twee keer toe heb je toch het het belachelijke bedrag van bijna €2000 overgemaakt. Ik zal een kleine confession doen. Vorig jaar toen die 3080 uitkwam, heb ik die gekocht en een dag daarna met €300 winst doorverkocht. Ik ga naar de hel, ik heb gescalpt. En toen heb ik dat ook weer gedaan met de 3090. Die heb ik ook gewoon F5'en op... Je maakt je niet populair nu. Nee, sorry jongens, sorry. Nee, dat mag... Het is verschrikkelijk. Nee, eerlijkheid wordt gewaardeerd. Ja, ik vind je mag bijna alles zeggen. Maar daarom heb ik nu de Night Baron... Dit valt niet goed hoor, bij de PC Gaming Community. Nee. Maar ja, daarom heb ik dus nu een kaart die een secret existence heeft. Zodat je eigenlijk niet eens weet dat ik dit ding heb. Maar wat lijp man. Jezus. Maar ben je er blij mee? Tuurlijk. Ik ben er blij mee, maar ik moet wel zeggen... Maar soms kan je ook denken, wat heb ik gedaan? Ja, dat heb ik wel een beetje. Het is meer van, ik heb een eigen bedrijf en ik moet er wel voor zorgen dat ik... heb je dat een beetje? Ja, je moet kosten maken. Ik moet kosten maken, anders dan betaal je alleen maar belasting. Nee, dus het is, helemaal had hier ook een MacBook voor kunnen kopen. Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb alleen precies die reden. Ik heb geen Apple dingen in mijn huis. Okay. Dus dan had je het kunnen kopen. Ja, dus ja goed. Dan heb ik maar dit gekocht. Maar vertel, welke games heb je hiermee gecheckt? Ik heb Cyberpunk natuurlijk gecheckt. Ja. Misschien... Met DLSS 3? Met DLSS 3, ja. Wat is DLSS 3? DLSS is een... Deep Learning Super Sampling. Maakt eigenlijk ook niet uit, want er mensen die het weten... Het maakt shit sneller. Nee, want dan zeggen we meteen, DLSS is een AI, machine learning ding inderdaad. En dat zorgt er gewoon voor dat die een game kan renderen in een lage resolutie, laten we zeggen... 1080p, maar dat hij hem kan upscalen, real-time, naar 4K. En dan ziet het er niet zo goed uit als neder 4K, maar bijna niet te onderscheiden. En dan heb je een soort van de performance van 1080p, maar de beeldkwaliteit van 4K. Dat is heel interessant, want dat is even een zijstapje wat we nemen. Ik ben bezig met een project... Zie je nou dat het wel een goede vraag voor je is? Nou, het is een projectje waar ik mee bezig ben voor GamePiece, waarbij ik ben eigenlijk op zoek naar software die dat goed kan... In ieder geval, ik wil niet uitleggen wat het is, maar wat ik wil is oude GameKings footage van beurzen, maar ook van First Look. Ja, je wil remasteren. Ja, en ik vraag me al, en er is dus wel software op het internet wat zegt, kijk, het wordt ineens heel mooi. Ik ben dus benieuwd wat daarvan het beste is en of de software is wat werkt. Dat gaat sowieso. Zo'n kaart zou je er wel bij helpen, simpelweg om het sneller te doen. Maar de kaart, dit is wel echt puur voor gaming bedoeld. Dus dan moet je daar wel zelf software bij vinden. Ja, maar ben ik nu daarom. Ik ben eigenlijk is het ook een soort van cry for help. Van hey, als iemand vette software weet. Ik weet 100% zeker dat iemand dat weet. Ja. Kijk, het is uiteindelijk. Het is als je echte workstation dingen doet. Dan heb je Nvidia heeft ook Quadro kaarten. Dat zijn echt workstation kaarten. Maar dit is... Ik doe ook veel Adobe Premiere. 24 gigabyte geheugen. Ik heb ook veel Adobe Premiere. After Effects gebruik ik ook veel. En daar, het werkt zo snel. En ook Blender 3D gebruik ik ook wel. 3D modeling werkt die ook super goed mee. Maar ik had vorig jaar vooral die 3090 gekocht. Dat is ook weer, daar ga ik me ook niet populair mee maken. Om Ethereum te minen. En ik had eigenlijk nog de stille hoop dat er nog iets mee kon. Maar ja, wat je vroeg van, heb je wel zoiets van, wat heb ik in godsnaam gedaan? Ja, dat heb ik wel. Want wat is de hashrate waarmee je dat kon doen? Ik haalde met mijn 3090 haalde ik ongeveer 112 MHS. Mega hash second. Dus dat is ongeveer... Dat is niet zoveel. Volgens mij had ik 90, man. Ja, wel had je met 3080. Goed. Ik had hem wel een beetje lager geklokt, want ik had hem echt dag en nacht aanstaan. Dus ik had, ik ben ook wel zo'n geek. Ik haal dan het hele ding uit elkaar. Dan repaste ik de memory pads met van die juiste... Heb ik ook gedaan. Nu maak je jezelf weer populair. Het polletje. Ik had een gigabyte kaart. Ja, ik had ook niet... Welke, de Eagle toevallig? Ja,
Maar die kon ik. Je had geen keuze. Je moest gewoon pakken wat je kon pakken. Precies. Heb ik gedaan met die Gigabyte. En dat was een voortreffelijke kaart. Maar één ding. De geheugenmodules, die werden gewoon loeiheet, ja. Omdat er ook geen goede koeling was. En daar heb ik dus extra pads ook toen. Ja, ja, nou ja, goed, ik heb nog wel heel even nagedacht om hiermee te gaan minen. Ja, uiteindelijk, ja goed, dat Ethereum is... Het heeft nu geen zin meer. Het is niet meer te minen, dus ik heb hem nu gewoon puur voor gamen. Ja, er is proof of work Ethereum. Ja, proof of stake nu. Laatste vraag. Je hebt proof of work Ethereum, omdat ze naar proof of stake zijn gegaan. Dus die hebben ze... Dat is een fork, oké. Okay. Ja. Maar ja, aan de andere kant, kijk, om zoveel geld... sorry, jij wilt iets... Nee, hou jullie coin dingetje even. Ik vind het eigenlijk een beetje een overkill product, maar het is echt puur omdat ik een bedrijf heb en nog niet heel veel uitgaven had gedaan dit jaar. Ik heb ook nog een OLED ultrawide erbij gekocht. Ik dacht, fuck it, als we een PC gaan kopen... Je gaat geld terugkrijgen van de belasting. Ja, ik word, ja, nou ja. Hoe lang ga je hier nog mee doen, denk je? Dat vind ik een mooie vraag. Ik mezelf kennende, zodra de nieuwe serie uitkomt, heb ik deze ver van tevoren weer verkocht. En ik probeer altijd een beetje catching the knife en op de piek te verkopen, dat soort dingen. Maar heb je dan wel een backup waarmee je gewoon dan wel even uit de voeten kan? Laptop, PS5. Ah, okay, ja. En ik heb de vorige keer, toen ik mijn 3090 verkocht, ga ik me ook niet populair mee maken. Die heb ik een schandalige winst verkocht op het hoogtepunt van die Ethereum craze. Toen heb ik 2500 dan of zo? Ja. Ja, fuck. Ja, ik heb hem voor 1500 gekocht. Jesus. Ja, dat is echt niet normaal. Dus daarom kon dit wel uit. Maar... ja. Nou, deze heeft zichzelf nu gefinancierd dan. Ja, weet je, en als ik dus mijn PC straks weer dismantle, dan haal ik mijn harde schijf eruit en die hou ik. Dus als ik een nieuwe PC bouw, dan flikker ik mijn harde schijf er weer in. En ik heb dus net een jaar geen PC gehad en ik had mijn harddisks nog. En ik klikte ze erin met deze kaart en het was gewoon bang, plug-in en play. En super nice. Nee, ik heb dat zelf ook. Van, het slaat nergens op om eigenlijk bij iedere generatie te upgraden. Maar weet je, inderdaad, als je ZZP bent... Je hebt liever dat je zo min mogelijk belasting moet afdragen. Op een gegeven moment er is altijd een balans. Dus dan kan je het ergens aan uitgeven of je geeft het aan de belastingdienst. Ja, dan investeer je liever in en weet je wat je het dingen. Ook is, jongens? Ik vind ook als je je oren en je ogen moet je gewoon goed behandelen. Kijk, ik heb ooit zo'n fase gehad dat ik echt superveel sneakers kocht. Dan dacht ik, ja, als ik op jaarbasis, weet ik toen veel... Ik moet mijn voeten goed behandelen. Ja, nou ja, nu denk ik, ja, weet je, fuck it, ik loop nu op blote voeten. Maar ik heb wel een RTX 4090, ja. Is echt waar. Net als Jezus. Ja. Nou, jongens, Koos, wil jij hem kopen? Budgetbak is geen optie. De mensen weten dat van... ik zit te twijfelen tussen deze of de 4080. Ik Wat denk gebeurt er nu eigenlijk met je? Dat ik word een beetje gelden van, maar meer niet ook. Maar nee, het ding is... ik denk dat het de 4080 gaat worden voor mij. Want ten eerste, 24 gigabyte heb ik niet nodig. Ik gebruik het ook niet voor werk. Het is althans wel voor werk, maar niet voor productiviteit. Ja. Puur voor gamen. Dus 24 gig heb ik niet nodig. En de killer feature die ik wil gaan gebruiken, dat is DLSS 3 met die extra frames die kan aanmaken ook. Ja. En dat lijkt me amazing. En dan kom ik eigenlijk met de 4080 wel uit. Ja, ik vind alleen de price point van de 4080 nu totaal ridiculous. Maar dan, ik wacht gewoon lekker rustig. Ja. En op een gegeven moment, dan zakt hij wel weer wat. Wat is het, 7950 XTX of zo? Dat nieuwe ding van AMD, doet dat iets? Ja, om heel eerlijk te zijn. Het is niet meer helemaal uitgesloten dat ik geen AMD meer ga halen. Want AMD lijkt een hele goede beurt te gaan maken. Ja, volgens mij ook. Gaan we dat bij de volgende Gear Kings misschien wel bekijken. Gaan we door naar het volgende... Dit is meer een hebben. Nou, het is wel een duur hebben dingetje, maar ik zou het wel meer in de categorie hebben dingetjes. Dit is een hebben dingetje die ik hierna gelijk moet inleveren, want jij had zoiets van, dit ga je reviewen, daarna wil ik hem. Goeie deal. Prima, want ik speel natuurlijk zelf heel vaak op de Steam Deck gewoon, en dat is mijn preferred way to play wanneer het gaat om onderweg. Maar dit is de backbone. En misschien heb je er wel eens van gehoord, dat kan omdat we hem hebben behandeld in het einde van de week live bijvoorbeeld. En dit is een officieel gelicenseerde controller voor je iPhone in dit geval. En, mooie doos. Ja. Is die er ook voor Android? Ik denk het wel. Ga ik nu voor jullie opzoeken terwijl jullie doorpraten. Ik hoop het. Want, nou, maar het zou heel raar zijn als dit niet voor Android ook is. Want dit is puur gemaakt, staat ook op de doos. Ja. Om Xbox Game Pass mee te spelen, PlayStation Now mee te spelen, Apple Arcade. En elke game die je ook gewoon kan kopen. Ik heb zelf een Razer Kishi namelijk mee, maar ik zie deze en... er gebeurt wel iets. Er gebeurt wel iets. Nou, het doet me ten eerste. Ik heb wel eens vaker van dit soort controllers ook gereviewd. En dan voelt het altijd heel cheap. Weet je, het voelt altijd als speelgoed. Dit is de eerste die echt aanvoelt, premium aanvoelt. Dus, en dan, een kleine run? Ja, zeker. En dan moet je premium moet je denken niet aan weet je, super deluxe of wat dan ook. Nee, meer. Spelen Sonic trouwens even. Hè? Ik zou zeggen dat het een luxe Nintendo Joy-Con vibe heeft. Want Joy-Cons voelen een beetje kut aan. Maar dit heeft wat mij betreft
dezelfde vormfactor. Als je ook de triggers voelt en dergelijke. En zeker ook de thumbsticks. Dan dat schreeuwt Switch eigenlijk. Maar het voelt net wat verfijnder aan. En ook als je die knopjes indrukt, ze zijn die mushies, ze zijn super clicky, dus dat werkt heel fijn. Wat ik heel snel zo zag, is er ook voor Android. Maar ik was niet helemaal duidelijk. Ik kan me niet voorstellen als het er niet is. Er stond in ieder geval Android tussen. Maar, ik vind het best vet, moet ik zeggen. Maar. Ja, nee, het werkt ook echt fantastisch. En hij laat zich heerlijk besturen. Het is een mannetje. En, ja, en, ja, zeker. En, nee, en het ding is, je kan hier nog wat meer mee. Ik moet zeggen, dat is niet helemaal voor mij. Want uiteraard, wat ik zei, je kan het voor al die dingen gebruiken die ik net noemde. Maar ze proberen hier ook een soort van, ja, ecosysteem wil ik niet zeggen, maar een soort van live service van te maken. Mm-hmm. Je hebt namelijk de Backbone app. Wanneer je hem erin schrijft, dan zegt hij meteen, hey, wil je de Backbone app downloaden? Ja, is goed, download je die. Nou, wat kan je dan met die Backbone app? Ten eerste, je kan elke knop kan je remappen. Dus als iets out of the box niet goed werkt, omdat om een of andere reden een developer een hele gekke keuze heeft gemaakt of iets dergelijks, dan kan je dat zelf handmatig remappen. Er zit hier een capture knop op. Oh, dat is lijkt wel tof. Lijkt ook gewoon een beetje op de Switch capture knop, om heel eerlijk te zijn. Als je die indrukt, dan begint die als je die indrukt, dan begint hij een filmpje op te nemen. Maximaal 1080p 30 fps. En wanneer je één keertje klikt, dan maakt hij een screenshot. Inhoud, dan maakt hij een screenshot. Maar wat speel je hier nou precies op? Van alles wat je wil. Alles wat je wil. Ja. Heb je remote getest? Tot welke, tot wat dan? Want je speelt, neem ik aan, gewoon je PlayStation Store games? Nee, je kan PlayStation, maar je kan ook gewoon, want deze Sonic game is gewoon een iOS game. Ja, oké, maar tot wat draait een iPhone is dan eigenlijk mijn vraag. Wat kan mijn iPhone aan als ik iets wil spelen? Alles uit de App Store. En alles. Maar geen services? PlayStation shit? Wel, PlayStation Now. PlayStation Now is een streaming. Ja, oké, maar dat zijn niet nieuwe games, toch? Jawel. Heel nieuw? Ja, volgens mij wel. Volgens mij nu tegenwoordig, als je de meest dure versie hebt van de PlayStation Plus subscription. Mm-hmm. Ik weet even niet hoe die heet. Ja, het is premium. Ja, nee, maar volgens mij zit er extra premium. Zit niet de day one. Er zit niet day one releases in, maar er zit gewoon een goede selectie aan games wel in, hoor. En kunnen mijn iPhone streamen? Ja. En is dat een beetje lagvrij, zeg maar? Dat vraag ik. Dat is altijd een beetje mijn... Ik ben heel gevoelig voor lag. Dat is heel afhankelijk van je internetverbinding. Ik heb wel eens in de trein ermee gegamed. En in de trein beweeg je gewoon snel. Daar moet je rekening mee houden. Je krijgt lag spikes, je krijgt af en toe wat dingen. Maar ik heb vaak genoeg gewoon Destiny gespeeld in de trein. Waar spelen we dit op? De Sonic die jullie nu misschien zien? Nee, dit is gewoon een iOS game. Die je niet hoeft te streamen. Ja. En dat werkt op zich oké, maar daar moet je echt rekening mee houden. Je hebt gewoon niet een hele goede internetverbinding. Dus je gaat daar dan last van krijgen. Waar heb je wel een goede internetverbinding? Thuis. Maar waarom zou je dan op dit ding spelen? Dat is de vraag die we ons al af hebben gesteld bij de Logitech G Cloud. Omdat je vriendin op de tv wil en jij verbannen bent naar de bank. Wat ik zeg, ze proberen een soort van live service met die Backbone app neer te zetten. Dat is echt een eigen portal waarin alle services verzameld worden. Dus Xbox Game Pass, PlayStation Now, je iOS apps. Die kan je allemaal vanaf die launcher kan je die starten. Je kan daar een vriendenlijst starten. Daar zitten dus ook je captures in en dergelijke. Alleen, dat is absoluut niet iets wat voor mij gaat zijn. Want hier betaal je €130 voor, even uit mijn hoofd. En dat is dan wel verkoop op viesprijs. Dus wellicht kan je hem in de toekomst wat goedkoper op de kop tikken. Hier betaal je €130 voor. Wil je daar gebruik van maken, van die app met die features, dan kost je dat €50 per jaar. Oh, snap. Dat vind ik behoorlijk prijzig. Ook als je al die andere apps hebt. Nee, je kan dan niet gebruik maken van die portal. Je kan dan niet gebruik maken van capturen van footage. Maar dat kan de iPhone zelf allemaal al. Waarom zou je dat willen? Omdat het een makkelijkere omgeving is. Klinkt als een tough sell, dit. Het is een hele tough sell. Want wat ik zeg, ik zou het niet doen. Misschien zijn er mensen die het wel doen. Ik vind het prijzig. Ik vind het doosje mooi. En ik vind... soms heb ik wel eens, dan zie ik een doosje en denk ik, dat zou ik op zich wel... Ik vind als ik het... Ik vind namelijk... Ik weet niet waarom, maar ik vergelijk het met een... Als ik een nieuwe PlayStation controller wil kopen. Ja. Zijn ook tyfus duur. Het zijn volgens mij ook €85 of zo. Wel iets gekomen €70. Ja, als ik het daar dan tegen afleg, dan vind ik het wel weer meevallen of zo. Terwijl, ondanks dat ik dat veel te duur vind, denk ik... Ik zou het ook, als het heel veel goedkoper was, als jij die controller koopt, hè? Ja. En die, die PlayStation controller werkt perfect. En dan zeggen, wil je ook gameplay opnemen? En zo, mijn Xbox kan dat al. Of mijn PlayStation kan dat al. Ja, maar wij kunnen het in onze app doen.
En dan kan je deze makkelijke knop gebruiken. Ja. Dat kost je €50 per jaar. Oké, dus ja, je kan de knop ook echt niet gebruiken dan. Het is gewoon een nutteloze knop. Ik zal het nu laten zien als ik bijvoorbeeld hier dan op klik. Oh, hij maakt nu toevallig wel een screenshot. Letterlijk in de trein. Als je hem ingedrukt houdt, doet hij het werkt gewoon. Nee, want hij maakt nu alleen screenshots kennelijk. Want een filmpje neemt hij niet op. In de trein probeerde ik dat namelijk een filmpje op te nemen. En dan gaat hij meteen naar de betaal, naar de betaalpagina. Maar weet je wat... Maar dat zou voor mij niet hetgene zijn waarom ik dit zou kopen. Het is niet dat ik wil filmpjes maken, maar ik vind het ook een hele rare... Het is geen stream device. Nee, maar ik vind het ook een hele rare combinatie. En precies wat je zegt, het is een tough sell. Oké, ik snap dat ze buiten de hardware, waar ze één keer geld op verdienen, dat ze meer geld willen verdienen. Mm. Het is blijft een bedrijf wat natuurlijk winst moet maken. Dat is fijn. Ik zou het niet nemen en ik zou het ook niet aanraden. Nog twee andere dingetjes. Je ziet het hieronder al. Hier zit een lightning aansluiting, zodat wanneer je batterij bijna leeg is, kan je door blijven gamen door hier gewoon je lightning lader in te doen. En hier zie je 3,5 mm jack. Nou, dat is op zich wel handig, want iPhones hebben tegenwoordig geen 3,5 mm jack meer. Mm-hmm. Maar daar kan je hier nog alsnog gebruik van maken. Nice. Maar wat dit is toch wel vals advertisement? Want er staat hier nergens op dat hele doosje dat je nog die app moet gaan kopen. En er staat wel record en edit gameclips. Dus dan zou het ook moeten kunnen zonder. Hier, als je denk ik deze scant, dan ga je daar automatisch naartoe. Maar weet je wat ik jammer vind, is de design. Ik vind het tof dat ze de knoppen van de PlayStation enigszins hebben benaderd. Maar als je dan goed kijkt naar de D-pad en de vorm van de controllers en de feel, dan vind ik het niet genoeg om het te rechtvaardigen dat het echt een PlayStation... Er staat wel een logootje op, maar dan het past... Het ik is vind qua het, kleur. Ik vind het dubbel, want enerzijds zou ik zeggen, er zou in theorie gewoon de lekker liggende gedeeltes van je PlayStation controller zou je gewoon ver uit elkaar kunnen trekken en op de zijkant stoppen. Aan de andere kant is dit natuurlijk veel chiller om mee te nemen dan als je een soort van halve PlayStation 5 controller mee moet nemen in je tas. Ja, wat ik wel eens daarvoor heb gedaan, was een Xbox controller met een clip daarop waar je je telefoon in kan hangen. Maar ja, dan is die top heavy, dat werkt gewoon niet zo heel nice. Maar ik neem aan dat je dit ook in honderdduizenden cheape varianten hebt, zoals dat bij elke... Zeker, die heb ik ook, maar dan heb je hele mushy knoppen, want ik heb genoeg van die dingen ook getest. Dan heb je mushy knoppen en soms moet je echt hard indrukken voordat je überhaupt wat registreert. Vaak zijn de thumbsticks helemaal kut. Niet dat deze geweldig zijn, maar dit is niet... Ze zijn passable. Het is niet minder dan de Switch, zeg maar. Als je dit zou vergelijken, stel je was de ouder van iemand, bijvoorbeeld mij in dit voorbeeld. Je bent mijn ouder en ik ga mee op vakantie. Zou je dan eerder zeggen, nou, koop dit lekker, want dan kan je kind... Dit kind heeft waarschijnlijk al een iPhone en dan kan hij weet ik hoeveel games spelen of een Switch aanraden. Ik zou een Switch kopen. Ja, en dat is wat ik nog even met jullie, waar ik nog even heen wilde. Is, kijk, voor 130 euro, dat is de helft van een Switch, hè? Het probleem met dit soort devices vind ik, dat je uiteindelijk op je smartphone gamet. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar mijn smartphone is een soort mijnenveld van notificaties, mails. Ja, kan je uitzetten. Ja, dat kan inderdaad, maar ik merk toch dat ik sneller geneigd ben. Omdat het is ook een soort werkdevice. En op een of andere manier vind ik het fijn dat mijn gaming... Ik bedoel, ik game ook op mijn PC liever en op mijn laptop. Ik besefte mij gisteren dus ineens dat mijn hele tijdsbesef door mijn telefoon eigenlijk kapot is gemaakt. Vroeger een dag zo lang leek te duren, was omdat je gewoon geen horloge om had. En omdat je nu altijd een telefoon bij hebt of een horloge om. Het heeft ook wel met leeftijd te maken. Je vraagt maar aan mensen, gewoon hoe ouder je wordt, hoe sneller het leven voorbij laat te gaan. Omdat er al heel veel meer is gebeurd. Ik zit toch te denken om gewoon tijd weg te Hoeveel uur duurt jouw dag? Toch? Laat je reactie achter in de comments. Nee, maar als er geen tijd... Je hebt toch op zondag wel eens dat je denkt... is het pas 2:00 middags? Is het al 8:00 en uur avond? En heb je er al een hele dag op zitten. En een mooi bruggetje in tijd. Denk ik dat het ook tijd is voor onze laatste. Ja, heel goed. En misschien wel... Ik weet niet of ik wil zeggen vetste gadget, maar ik denk dat Koos en ik daar sowieso... Zeker niet vetste. Hallo, hoe heet het? 4090. Dat is in ieder geval bij far de vetste gadget. Jullie waren straks nog zo tegen jasjes voor hardware. Ja, klopt. Hey, ik ben hier ook geen fan van. Maar Joey, kijk, wat je dus... Hans Klokkie. Voordat ik laat zien, wat je dus met deze kan. Ik weet niet of jullie de middeleeuwen, of jullie bekend zijn met de middeleeuwen. Hier heb je een soort... Ja, wel eens van gehoord, de middeleeuwen. Kijk, dit is een soort maliënkolder. Niet mijn favoriete eeuwen, maar wel... Nou ja, nu heb ik natuurlijk... Ja, heb je al gezien wat het is? Het is... ik ben er een beetje overstuur van. Hoezo? Ik mis nog vragen hoezo. Nou, dit was Gear Kings. Het was een leuke aflevering. De allereerste. Ja, ik denk oplettende kijkers. En zeker kijkers van de Premium Vision. Die zullen deze wel herkennen. Want wij hebben deze natuurlijk uitgebreid getest in Berlijn. Ja, ga die aflevering kijken ook. Tijdens de Logi Days. Ja, je kan je gewoon nog steeds kijken. Joey, meer jasjes?
Gek op jasjes. Hoe heet de episode ook weer? Iets met Berlin. Vloe Vloe Af Berlin. Oh ja, Vloe Vloe Af Berlin. Nee, volgens mij, JJ noemt het altijd. Dus we hebben dan altijd een naam en JJ noemt hem dan net anders. Volgens mij is het Vloek Vloek. Weer gay in Af Berlin of zo, zoiets. Maar dit is die Logitech Pro wiel die ze hebben uitgebracht. Want Logitech, is natuurlijk al volgens mij bijna 30 jaar. Hebben ze er nou ook Pro opgeschreven met een heel lullig stickertje? Of is het niet een lullig stickertje daar onderaan? Nee, de folie zit er nog Ik wou zeggen, de folie zit er nog Die haal ik er dan na 3 jaar nog een keer af, want het lijkt alsof ik hem opnieuw heb gekocht. Maar ze maakten al heel lang stuurtjes, 30 jaar lang. En ze hebben nu eindelijk ook een... Maar dat was allemaal of het hele goedkope segment, of laag middensegment. Ze hebben nu eindelijk dit is van Jasper. Het hoogste segment. Dit is een professionele e-sports racer. We moeten echt even gaan kijken wat Jasper allemaal voor zijn werk doet. Want hij neemt hier een partij... Het ligt hier een partij geld op tafel. Dit was mijn jaaromzet, hoor. Weer, als kijkers erachter komen welke dag GearKings wordt opgenomen, dan zitten we hier niet veilig. Ik denk dat jij met Frits van Eert werkt. Ja, wij doen dit altijd op de dag tussen zondag en maandag in. Dus het schijnt dat Jasper 2 jaar Ninja Turtle in de mondkapjes zat. Ja, ik wou net zeggen. Zit daar een Teenage Mutant Ninja Turtle op? Ja, klopt. Ja. Michelangelo zit daar. Lekker. Staat daar rechtsboven in Splinter? Nee, dat is een varken wat ik op de rommelmarkt in Vlaanderen heb gekocht een keer. En een AT-AT. Ja, klopt. Scherp. Verbaast me weer niks dat Yui geen Splinter en een varken uit elkaar kan halen. Eén pot dat allemaal. Ik game met mijn blote voeten, zoals je ziet. Dan komt dat die pedalen... Ja, ik weet niet. Dan heb ik maximale grip. Wat staat jouw kleine teen? Oh nee, dat was eventjes. Dat je kleine teen... Als je gespannen bent, gaat jouw kleine teen heel erg wijd. Ja, ik... Klopt. Spastisch klein teentje, vet. Ja, jullie leren hier alles over mij kennen. Maar goed, je ziet hier het... dit is de gameplay van de Noordschleife. Quentin Tarantino heeft het gefilmd. Gran Turismo 7. Ja. Nee, Simon Stativo. Ik heb hem gewoon neergezet en ik ben gaan gamen. Wat leuk is wel, op de duur zijn er ook wat dingen uitgeknipt. En ik dacht, ik laat nog niet helemaal zien hoe opgepakt kan raken. Eerste vraag, hè. Heb je dit aangeschaft omdat je je vorige stuurtje niet meer goed genoeg vond? Of had je geen stuurtje en dacht je, ik moet een stuurtje hebben? Nou, ja, ik heb een soort, dat noem ik de upgrade-ziekte. Ik begin altijd onderaan de ladder en dan wil ik uiteindelijk toch maar weer kijken hoe die vettere stuurtjes zijn. Dus ik ben ooit begonnen met een Logitech G29. 20, dat is belt-driven stuur. Ik moet je heel... Nee, gear-driven. Gear-driven, ja, sorry. Ja, daar ben ik mee begonnen. Ik moet zeggen, die G29 is en blijft qua prijskwaliteit de beste, zeker voor beginners. Ja, top ding. En daarna heb ik een G923 gekocht. Dat is de sequel van dat ding met True Force. Ja, dat was daar vooral heel erg rammelen. Het was echt alsof je de hele dag koffie aan het grinden was. Mm-hmm. Zo klonk het ook. Dus toen ben ik geüpgraded naar Trustmaster. Die heeft een belt-driven stuur. Dat is dus, dat zijn beide sturen. T300? De T300 RS, ja. Ja, klopt. Die heb ik ook gehad. Ja. Die heb ik heel kort gehad. Want daarna ben ik geüpgraded naar de Fanatec, hoe je het ook wil noemen. De CSL DD GT Pro. Oh, je had al een direct drive. Oh, ja, dat was, waarom dat was heb je die weggedaan? Nou, die was 8 Newtonmeter. En dat is dus, voor de kijkers die niet weten wat het is, de Newtonmeter staat dus voor de hoeveelheid koppel inderdaad, die de force feedback kan geven. En deze... Newton, hè? Newton. Voor kracht. Shout-out Newton. Maar goed, deze die heeft dus 11 Newtonmeter en dat is gewoon loeisterk. En ik had zoiets van, ik vind dat gewoon vet, dat idee van die immersion. En ik zag recensies hiervan. Ik vind True Force in tegenstelling tot 923 of 932, die hebben we ook gereviewd, vond ik het een beetje gimmicky. Ja. Hier vind ik het veel beter tot hier vind komen. Ik het ook beter. Ik moet wel zeggen, ik heb het heel zacht staan, want het is ontzettend intens. Maar wat ik leuk vind aan dit ding is, Logitech heeft een hele, hele goede klantenservice, is mijn ervaring. En Fanatec niet echt, hoor ik. En ik maak me toch wel zorgen, omdat het een apparaat is waar je veel kracht op uitoefent. Ja, het is gewoon duur spul. Dus op een gegeven moment dat iets kapot gaat, dan wil je voelt niet dit meer zitten kutten. Als een echte auto? Nou, ik hou wel van autorijden. Het komt wel in de buurt. Alleen het is toch anders omdat je niet de G-krachten hebt van door een bocht heen gaan. Maar ik moet zeggen, het stuur voelt fantastisch aan. Het is ook echt heel zwaar. De force feedback is super overtuigend. En ik had echt binnen volgens mij mijn tweede run op de Noordschleife had ik direct een seconde van mijn baanrecord afgereden. Nou, dat is voor mij op de Noordschleife als je echt, echt snel bent. Maar ook als je een baan hebt waarbij je echt feedback nodig hebt, dan is dat wel de Noordschleife. Waarom heb je dat nodig? Omdat Noordschleife zit, je zag het net al een beetje in de footage natuurlijk. Allemaal kleine bochten. Het is sowieso volgens mij het snelste rondje dat je ongeveer maakt in zo'n GT-auto. 7-8 minuten of zo voor één rondje. 6,5 kan. En het ding is daarmee van... Zo'n lange track,
Het is heel moeilijk om, je, om die volledig uit je hoofd te kennen natuurlijk. Alle soorten bochten komen er ook in. Dus je hebt sloom, je hebt echt alle soorten van stuur. Verschillende soorten nodig. Asfalt ja. Zelfs nog. Je hebt heel veel bumps. En ja, als je auto zo'n bump raakt, dan, ja, dan komt de instabiliteit. En dan moet je zien op te vangen. En als je geen feedback hebt, dan krijg je geen informatie terug. Dus je weet ook niet hoe ver je moet terugsturen of hoe je dat moet opvangen. En met force feedback kan je dat uiteraard wel. En hier zie je een ontzettend gespannen Jasper zitten. Dat is echt, nou, dit is op het scherpst van de snede. En laten we even beginnen bij de prijs. Want het is een heel prijzig stuur. Daar gaat hij. Oh, nee. Ik raakte hem hier kwijt. Het is een stuur van €1100. Nou ja, dan heb je de pedalen er nog niet bij. En dat is echt, echt veel geld. Het is echt heel veel geld. Ik hoorde voor het eerst in de geschiedenis dat wij hier zitten dat jij iets Gronings in je stem had. Ja, vet. Hoor, het is een stuur van €1100. Kijk wat tijdelijks is, jongens. Macht, mooi. Ja. Sorry, dat heeft niet heel veel met het stuurtje te maken, maar het viel me toch even op. Ik vind het vet. Ja, nee, de prijs was je? Ja, de prijs. Het is gewoon een hartstikke duur ding. En ja, je moet jezelf afvragen of je dat überhaupt wil uitgeven aan iets wat met gamen te maken heeft. Nee, niet als je moet vragen, wat is force feedback? Nee, luister, de bullshit. Weet kijk, je, als het je hobby is, hobby mag geld kosten. En als jij dat plezier daar eruit haalt, heel eerlijk, dan is 1100 niet veel geld. Ja, en mijn filosofie is ook altijd, alles is ook weer door te verkopen. En dit zijn hele waardevolle dingen. En ja, wat gaat hier niet op. Nou, maar het, ding is, ja, maar het ding is wel van, dit soort dingen zijn mode. Kijk, Fanatec heeft dat bijvoorbeeld een heel ecosysteem. Logitech moet dat nu gaan bewijzen ermee. Mm. Maar dit is allemaal modulair. Dus je kan het allemaal één voor één kan je het upgraden. Je kan op een gegeven moment, kan je nieuw stuurtje, kijk, je haalt het stuurtje eraf. Je kan een nieuw stuurtje erop zetten met bijvoorbeeld meer features. Je kan betere pedalen erop zetten, loodstappen. Waar, zit, het waar zit de prijs in? Zit het in het apparaat wat jij nu in je hand vast hebt of zit het in het stuurtje? Ik zal het uitleggen. Dus even heel simpel voor de leek. Wat het verschil is tussen zo'n stuur en die instapsturen. Instapsturen die werken of met twee tandwielen die force feedback doorgeven, of met een belt die op twee soort van pulleys zit. Maar uiteindelijk zal er altijd vertraging zitten tussen wat de game stuurt en wanneer het bij je arm is. Nou, het is niet één op één. Precies, dit stuur zit op een direct drive as. Zeg maar, dit ding is eigenlijk stuurt direct aan in het stuur. Dus wat jij voelt, alle subtiele bewegingen in de game die normaliter in een stuur met dus belt of gears, zal je dat heel niet voelen. Daar heeft hij het gewoon ligt de tijd het dan ook voor. Aan hoe goed de game dat voor elkaar heeft? Dat maakt ja, het helemaal ja, geen ja, de dat physics natuurlijk maken heel erg veel uit. Zeker, wat deze bijvoorbeeld heeft met hoe heet die features ook alweer? True die, Force? Ja, met True Force hebben ze heel veel nieuwe features daarbij. Maar wil je daar echt het meeste uithalen, dan moet de game dat ondersteunen. Ik weet niet of bijvoorbeeld Gran Turismo 7 dat ondersteunt. Gran Turismo ondersteunt het. En True Force is eigenlijk als jij over een curbstone rijdt in een bocht. Dus zeg maar die mooie rood-witte blokjes. En jij gaat zo die kant de bocht om. Dan voel je in deze kant van je stuur voel je. En is dat realistisch? Nou nee, want in een echte auto voel je dat helemaal niet door het stuur. Want dat voel je niet. Ook maar, al... je voelt zeg maar de bewegingen in je kont en dergelijke. Nou dat heb je niet bij een sim. Dus moet je wel die informatie alsnog terug. Niet in een stoeltje moeten doen dan? Ja, als dat kan. Kijk, de echte grote sim setups. En dan heb ik echt over professionele teams. Die proberen dat een beetje na te bootsen. Maar dat is niet na te bootsen. Weet je, G-krachten zijn niet na te bootsen. Heb je dan ook een ventilator op je gezicht als je aan het rijden bent? Nee. Oh. Nee. Helaas, zo ver ben ik nog niet gegaan. Maar goed, het is in ieder geval dus een direct drive stuur met heel veel kracht op deze. Ja, as. Je wordt echt woest heen en weer geslingerd. Je want kan je zijn net twee tandwieltjes. Hoe werkt dit dan? Ja, dit is eigenlijk gewoon dit is het enige draaiende onderdeel. Er zit niet nog iets anders wat dit ding draait. Hoe het precies werkt, joh, het is magic. Er zit een van de kabouter binnen en die schudt dat ding heen en weer. Een hamster. Maar wat dus heel vet is aan dit stuur, is gewoon de feel. Je voelt echt ontzettend veel van de weg. Kijk, en als je race, alle details die jij voelt, kan je op inspelen op wat je met die auto doet. Dus alle kleine details helpen. Hmm. En de flippers zijn fantastisch. Elektromagnetisch. Ja. En je kan dus verschillende sturen erop zetten. Je kan heel makkelijk. Ze hebben nu alleen nog dit stuur, maar ze zijn denk ik wel. Het gaat super easy en dan zit hij erop. Maar dat is het ding wat je nu aanhaalt. Dat is voor de. Kijk, kwalitatief, dat zei ik ook op de Logitech-event. Helemaal top. Mm-hmm. Maar wil je echt de diehard simrace overhalen? Ja, dat ecosysteem moet zich nog bewijzen. Ja, dat is het enige waar iedereen nog gaat twijfelen. Kijk, de kwaliteit twijfelt niemand over. De support. Laat ik dan even een goede vraag stellen, al zeg ik het zelf. Want is die support bij de andere partij? Want hoe heet de partij die Fanatec. Wat moet Logitech nou echt beter gaan doen dan die partij? Gewoon dat ecosysteem. Want hebben uitbreiden? Zij dan zo'n kut ecosysteem? Of hebben zij ook al een heel goed ecosysteem? Hebben zij dan zo'n kut ecosysteem? Nee, Fanatec heeft al een heel uitgebreid. Okay, dus mist er iets? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, wat de Formule 1 stuurtjes. Kijk, en bijvoorbeeld ook, ik hou ook van rally games. Rally auto's hebben altijd een rond stuur. Nou, dit is zo'n kind. Niet bij Logitech. Bij Fanatec. Nee, Fanatec is bijvoorbeeld al heel uitgebreid. Kijk, mensen kunnen dat blind kopen en dan weten ze, nou, als ik over 5 jaar iets wil upgraden aan deze sim setup, dan gaat dat gewoon compatible zijn. Dat weten ze. Kijk, en ik neem aan als Logitech zo'n stuur maakt en het zo in de markt zet, dat ze dat ook gaan doen. Maar dat is op basis van vertrouwen en nog niet ervaring. Ja. Maar dus eigenlijk niet nodig ook. Het is niet zo dat Fanatec echt dingen ergens in tekort komt. Jawel, kijk, en dat is wel een ding. Want je leest wel veel. Kijk, de reden dat ik dit stuur heb gekocht, is ook een groot deel is die Fanatec stuurtjes zijn al een tijd uitverkocht. Dus ja, ook dat, ik dacht, ik kan hem nu voor een mooie prijs nog verkopen. En voor niet heel veel meer kon ik dit kopen. Dus ik dacht, ja, dan doen we dat maar gewoon. Alleen Fanatec heeft, dat lees je wel op Reddit, lees ik dat veel, hun service en zeker dat stuur wat ik had, die CSL DD, daar zijn wel wat issues mee. Die quick release, zeg maar, dus dit soort van systeem, dat is bij die Fanatec best wel kunststoffig. Dat gaat op een duur, komt er speling in, en dan de garantie, dat is gewoon een stuk, mijn ervaring met Logitech is gewoon heel goed qua garantie. Ik heb meerdere muizen van hun aan de gruzelementen gegamed. Ja, ik ben ook fan van Logitech. Dat was echt top. Ja. Alles is echt super qua service. Ja. En ik vind zelf bij zo'n apparaat wat gewoon veel krachten verduren krijgt en ellende, dat moet, dan heb ik liever wel dat ik gewoon weet dat er goede support achter zit. Ja. Alleen, wat jij zegt inderdaad, het ecosysteem, er is nog geen ander stuur dan dit. Je hebt nu alleen dit GT-stuur. En ik vind dit stuur, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk het grootste minpunt aan dit stuur, aan deze setup. Kijk, er zitten hier, ik weet niet of je het kan zien, maar er zitten hier een soort stiksels. En ik heb het stuur altijd zo beet. Nou ja, je moet je maar eens voelen. Het gaat echt aan de binnenkant van je duim. Maar kijk, ja kan je er niet zo'n hoes omheen kopen? Trouwens, die stiksels zijn wel inderdaad hard. Die zijn echt stiksels. Maar wat hij had bijvoorbeeld een goed punt bijvoorbeeld aan. Ik wil niet van die dure dingen in mijn handen krijgen trouwens. Nee, maar bij hoe heet het? Fanatec kan je dus, stuurtje, kan je... Fanatec. Bij Fanatec kan je bijvoorbeeld zeggen van, deze zit niet lekker in mijn hand. Maar hier zijn 20 andere stuurtjes die ik ervan voor kan kopen die er wel bij past. En bijvoorbeeld bij deze ook, dit is direct drive, 11 Newtonmeter. Dat is echt top. Maar bijvoorbeeld bij mijn Fanatec, ik heb een CSL Elite, dat is nog belt-driven inderdaad. Als ik wil dat is belt-driven? Ja, dat is belt-driven. Oh joh, ik dacht, wist niet eens dat zij dat deden. En dat is belt-driven. En ik kan bijvoorbeeld upgraden, maar ik heb nog niet zo heel veel geld. Dus ik begin met een 5 Newtonmeter direct drive. Dat kan. En als ik daarna denk, doe maar de 8. Je kan continu individueel parts uitwisselen. Ja. En er zijn nog niet zoveel parts voor deze. Je hebt gewoon één set. Wat moet dit stuurtje doen om voor Logitech een succes? Is er een kans dat ze dit gaan laten vallen? Kijk, hij is heel duur. Maar het is helemaal niet duur vergeleken met de concurrentie bijvoorbeeld. Precies. Ik denk zeker ik denk dat Formule 1 is ook wel echt heel populair tegenwoordig. Ik denk dat als zij een F1 stuur gaan maken. Kijk, Logitech heeft al jaren, hebben zij de G27 gehad, de G29 en de G923. Daardoor weten ze, hebben ze zoveel feedback verzameld van race gamers. Ja. En vooral, het is een super solide stuur gebleken. En het is niet het beste stuur. Was ook officiële supplier van McLaren Shadow Team natuurlijk. Ja, en ik ben ontzettend enthousiast over het feit dat Logitech in de direct drive is gestapt. Want Thrustmaster heeft ook net een direct drive stuur aangekondigd. En daar moet ik zeggen, was ik niet zo van onder de indruk. Dat was... Ja, ik moet zeggen, ik was echt heel erg fan van mijn T300 RS. Alleen, het voelde enerzijds ook heel erg plastic aan. Bijvoorbeeld de Logitech hadden altijd bijvoorbeeld veel betere pedalen. En ook al had ik de RS-versie ook inderdaad, die al iets betere pedalen heeft. Ja, het is niet helemaal top. En bij deze Fanatec had ik wel van, dat is helemaal top. En ik weet, ik ben gewoon fan ervan. Daar kan ik gewoon rustig in de toekomst upgraden. Ja, en ik denk dat als je dat vergelijkt, als je eenmaal met zoiets hebt gereden, is het teruggaan naar een T300 voor mij onaccuraat. Nee, ja. En ik heb de pedalen trouwens, kan ik nog even kort en bondig over zijn, want die heb ik er dus ook nog bij. Die kosten volgens mij €380. Dus als je de hele set wil hebben, heb je de 3 met koppeling? Ja, ik heb alleen nog geen shifter en die is er ook nog niet van Logitech. Er is wel een shifter van Logitech trouwens, dat plastic ding. Dat is een van de meest grote flutaccessoires. Met een bolletje. Oh man. Ik heb daar wel zo'n 3D geprinte weerstand. Geen bolletje. Altijd een bolletje. Maar kijk, dit bedoelen wij met ecosystemen. Er is nog niet heel veel keus. Maar het feit dat ze deze op de markt hebben gebracht,
Daar ga ik bijna een beetje blind vanuit dat ze dat in de toekomst wel gaan doen. En dus heel kort nog, de pedalen, die heb je dus... Nou ja, dat is dus een koppeling rem, een loodcel rem. Dus dat is echt... die kan je heel... Ja, hoe leg je dat? Hoe leg je een loodcel uit? Het is niet, zeg maar... je kan zelf de weerstand bepalen. Ja, precies, het is op druk gebaseerd. Niet op hoe ver de pedaal ingedrukt is, maar op hoe hard je drukt. Mm-hmm. Dus je kan zelf bepalen en dat gaat heel makkelijk. Je hebt hier een scherm en dan kan je eigenlijk heel simpel alles instellen. Ja. En je hebt ook een aantal verschillende veren en die kan je achter die pedalen zetten om de feel helemaal te bepalen. Het is top. Nee, alleen die pedalen heb ik vastgemaakt aan mijn playseat, dus die heb ik niet. Het lijkt me leuk om een keer games te gaan proberen met het ding die niet gemaakt is. Gewoon Crash Bandicoot met een stuurtje. Dat lijkt me nou, vet. Ik heb dus ooit GTA 5 op de PC, heb ik een mod dat je koppeling en schakelen en alles hebt. En jullie dan zijn allebei niet goed bij je hoofd. Klopt. Oké, dit was hem dan. De allereerste Gear Kings alle tijden ooit, waarin we een aantal hele vette producten hebben besproken. Volgende maand zijn we terug en dan ga ik zo'n plastic Wii-stuurtje meenemen. Door het lachen. Tot dan. Ciao. Yo.